En toen heb ik ook echt op de wc in een restaurant huilend mijn moeder opgebeld van, mam, ik weet niet wat het is. Ik denk dat dat iets is wat mensen best wel vaak onderschatten. Het is ook wel gewoon zo dat je libido gewoon wel echt naar beneden gaat. En ik denk dat dat met name ook een groot deel schaamte was. Vies, het stinkt en dat het niet sexy is. Onze maatschappij legt ons als vrouw van alles op. We moeten mooi zijn, charmant, beschaafd en bescheiden. We moeten niet schreeuwen, niet boeren of scheten en vooral niet praten over vieze zaken als poep. Maar wat dan met de ruim 200.000 vrouwen in Nederland met prikkelbare darmsyndroom, colitis, ziekte van Crohn en een stoma? Ik ben Sanne. Al sinds jong en onbezonnen pubermeisje kamp ik met buikklachten. Buikpijn, in buik zo hard en opgeblazen dat ik met gemak 5 maanden zwanger had kunnen zijn. Winderigheid en ik weet het, niet heel sexy. Problemen met ontlasting. Altijd dacht ik dat het iets was dat vooral ver weggestopt moest worden. Want zoals de huispagina waar de 14-jarige Sanne lid van was me echt op het hart drukte. Mooie meisjes poepen niet. En als dat zo was, dan ik al helemaal geen prikkelbare darmsyndroom. En zij geen ziekte van Crohn. Tot nu. Hey, vertel, hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk heel goed. Ik kom net bij mijn arts vandaan, omdat we de onderzoeksresultaten gingen bespreken van het darmonderzoek wat ik vorige maand heb gehad. Ik heb 1,5 jaar geleden een operatie gehad voor de ziekte van Crohn, waarbij ongeveer 25 centimeter van mijn darm is weggehaald. En dan moet je wel onder controle blijven om te kijken of het allemaal goed gaat daarna. En ja, die resultaten zijn eigenlijk heel goed. Alle ontstekingen zijn weg, dus dat is heel goed nieuws. Ja, en dat mag ook wel na die lange tijd dat het wat minder ging natuurlijk. Ja, ja, het is eigenlijk nu voor het eerst dat het echt de goede kant op gaat. Ik heb het nu 8 jaar. En eigenlijk op en af met medicijnen en heel lang ziekenhuisbezoeken gehad, iedere 8 weken. En nu lijkt het de goede kant op te gaan. Dus. Het lijkt me heel pittig dat je eigenlijk aan het ziekenhuis gekluisterd bent. Je kan helemaal niet je leven hoe je dat graag zou willen. En toen ik in 2015 de diagnose kreeg, toen was ik 21, 22. Ja, dan staat je wereld wel echt op zijn kop. Er komt zoveel onzekerheid ineens bij kijken. Allemaal vragen waar je het antwoord niet op weet. Hoe gaat mijn leven eruit zien? Hoe gaat mijn ziekte verlopen? Want dat is ook voor iedereen anders. Zeker als je dan ook iedere 8 weken geconfronteerd wordt met de omgeving van een ziekenhuis. En dat is niet ideaal. Nee, dat was wel echt heftig. Romee, hoe was het voor jou toen jij hoorde van het is colitis? Ik was toen 19 jaar en ik was op dat moment bezig met mijn eerste jaar geneeskunde. En ik had eigenlijk altijd al wel wat last van mijn darmen gehad. En op een gegeven moment kreeg ik ook bloed bij mijn ontlasting. En ja, ook vanuit de studie dacht ik gelijk dat hoort niet. Dus toen onderzoeken gehad in het ziekenhuis en toen bleek dat het colitis was. En ik weet nog goed dat ik dat in eerste instantie echt heel lastig vond. Wat was jouw angstbeeld toen je die diagnose kreeg? Waar was jij bang voor? Kan ik nog wel arts worden? Kan ik nog steeds de dingen blijven doen die ik nu doe? Mijn leven zoals ik dat nu leef. Dus leuke dingen doen met vriendinnen. En ik was ook zeker bezig met, kan ik wel een relatie krijgen? Vindt iemand mij aantrekkelijk? En wat mij nog heel erg bijstaat is dat ik het ook niet met veel mensen durfde te delen. En ik denk dat dat met name ook een groot deel schaamte was, wat erbij komt kijken. Waarom voelde jij die schaamte zo? Ik denk omdat ik toch in mijn hoofd had dat het heel erg wordt geassocieerd met ontlasting en poep. En dat is vies, het stinkt. Dus ik denk dat ik het daarom heftig vond om dat te vertellen. Omdat ik toch het idee heb dat dat dan zo wordt gezien en dat het niet sexy is, dat een beetje. Ja.
7 jaar geleden, toen jij de diagnose colitis kreeg, had jij toen kunnen bedenken dat je hier nu op deze manier zou staan? Nee. Nou, 7 jaar geleden niet. Toen lag ik ook in het ziekenhuis en was ik echt goed ziek. Maar nou ja, naarmate de tijd vorderde en ik me steeds beter begon te voelen, was dit juist, het sporten juist, hetgeen dat me beter maakte of beter liet voelen. Heb jij je wel eens geschaamd voor colitis binnen je relatie met Joost? Nou, in het begin van onze relatie, toen we echt net iets hadden en het voor het eerst tot uiting kwam op vakantie, op onze eerste vakantie, toen schaamde ik me wel echt. Want toen zat ik boven op de wc en dacht ik alleen maar, oh my god, hoe ga ik dit zo goed mogelijk verbloemen dat ik zo vaak naar de wc moet. En toen heb ik ook echt op de wc in een restaurant huilend mijn moeder opgebeld van, mam, ik weet niet wat dit is. Ik ben voor het eerst met Joost weg, wat moet ik doen? En toen schaamde ik me heel erg. Toen durfde ik het ook niet tegen Joost te zeggen. Maar dat is eigenlijk wel het enige echt schaammoment geweest. Want daarna was er super open over. Toen we wisten wat het was. En ja, Joost was gewoon zo chill dat die schaamte wel volledig weg ebte. Snap jij dat die schaamte er was? Ja, tuurlijk. Het gaat toch dan over poepen. En ik snap wel dat... Ja, daar wil je niet na een half jaar al heel uitgebreid over hebben. Maar aan de andere kant, ja, iedereen doet het. Je kan er niks aan doen. Het komt gewoon echt door die ziekte. En dan, ja, dus ik was wel blij dat dat ook snel weg was, die schaamte. En dat we dat gewoon, ja, dat dat snel bespreekbaar werd. En dat het gewoon, ja, na een half jaar altijd heel veel over koepen. Ja, hoofdonderwerp. Ja. Er ligt een taboe op poep. Maar dat is niet altijd zo geweest. In Versailles kakte je soms gewoon midden op de paleisvloer als je te ver moest lopen voor de dichtstbijzijnde po. Lodewijk XIV ontving zijn gasten op zijn privétoilet. De keizer zien kakken. Het was een hele eer. En de Romeinen die poepten gewoon met z'n allen gezellig naast elkaar in de badhuizen. Geen tussenschotjes, geen schaamte, een aantal gaten in de vloer en je gesprek kon gewoon doorgaan. Die gekke Romeinen hebben ons veel gebracht. Maar die schaamte, die hebben we toch echt onszelf opgelegd. Ja. We leggen het zelf op. Ja. Dat is echt zo. Ja. Niemand. Ja, ja, goed, mannen misschien, maar. Ja, maar is het alleen mannen? Maar ja, jij voelde ook die schaamte bij vriendinnen, blijkbaar. Dus. Wat voor een impact heeft colitis op dit moment op jouw leven? Bij colitis is het vaak zo dat periodes waarin je darm eigenlijk rustig is, worden afgewisseld met periodes waarin de ziekte actief is, dus dat je dan een opvlamming hebt. Bij mij is de laatste opvlamming op dit moment 9 maanden geleden, dus dat is heel fijn en eigenlijk gaat het nu heel goed met me. Zo'n opvlamming, hoe ziet dat er precies uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Op het moment dat ik een opvlamming heb, heb ik van allerlei dingen last. Dus ik heb veel buikpijn, veel last van diarree waar ook bloed bij zit en eigenlijk nou ja, als ik echt een opvlamming heb, moet ik vaker dan 10 keer op een dag wel naar de wc. Verder ontzettend vermoeid, gewoon echt ja, ziek wel. Dus dan heeft het zeker impact. Ik durf dan ook vaak niet het huis uit te gaan, omdat je toch wel die wc in de buurt wil hebben. En als je ergens buiten loopt, dan weet je nooit waar de eerstvolgende wc zal zijn. Dus dat is in zo'n opvlamming is dat best wel beperkend. Hoe is zoiets dan voor je relatie nu? Nou, ik heb op dit moment een relatie en ik vond dat met name lastig voordat ik een relatie kreeg. Ik was toen aan het daten met hem ook en tijdens de derde date kreeg ik een opvlamming. In die periode zeg maar. Wist niet zo goed wat ik moest, maar heb uiteindelijk wel ervoor gekozen om dat hem gewoon te vertellen. En hij reageerde heel begripvol, super geïnteresseerd en stelde alleen maar de goede vragen. Dus dat is ook echt iets wat ik aan iedereen zou aanraden, om daar gewoon open en eerlijk over te zijn. En ja, ik heb nog nooit gehad dat iemand daar een gek antwoord op geeft. In spijsverteringsziekte is er altijd. Op je werk, in sociale situaties, daar aan dat kleine tafeltje naast je op een eerste date. En ja, ook in de slaapkamer.
Het dwingt ons om al heel vroeg te praten over onderwerpen die we doorgaans toch nog liever even voor onszelf hielden. En het speelt continu met ons gevoel van vrouwelijkheid, ons zelfbeeld en met intimiteit. Ik denk dat dat iets is wat mensen best wel vaak onderschatten. Omdat je weinig vertrouwen hebt in je lijf en ja, je lijf functioneert niet. En dan heb ik ook nog eens een litteken na mijn operatie, wat ik dus ook gewoon niet mooi vind om te zien. Heeft dat echt wel invloed op intimiteit. En het is ook wel gewoon zo dat je libido gewoon wel echt naar beneden gaat. Ik geloof ook echt wel tussen het verband van het hebben van een chronische ziekte en dat ergens die prioriteit daar dan gewoon niet ligt. En dat heeft zeker wel effect op je relatie. Het lijkt me ook heel erg moeilijk, want je zegt van, ik voel me soms helemaal niet mooi en je libido is ook heel laag. Maar je bent wel heel gelukkig in je relatie. Het lijkt me gewoon heel lastig ook om dat dan te regelen samen. Ja, dat is ook heel lastig. Het komt erop neer dat ik gewoon, omdat je er ook, ja, je wilt je ook volledig geven aan iemand. En ik heb toch altijd het gevoel dat ik dat niet kan. Daarbij komt dan dat hij daar heel onzeker van wordt. Want hij heeft dan het idee, het ligt aan mij. En dat is niet zo. En dat kan ik 100 keer tegen hem zeggen. Maar dat gelooft hij niet. Net als dat hij kan 100 keer tegen mij zeggen, ik vind je lijf mooi. Ja, dat geloof ik ook niet. Heeft het jou geholpen toen het op een gegeven moment zo bespreekbaar kon zijn? Ja, absoluut. Ja, sowieso hielp het zo erg om iemand naast te hebben staan die er voor je is. En ook die heel ontspannen erin staat. Want ik was dan vaak bij mijn ouders. We woonden nog niet samen natuurlijk, helemaal in het begin. En dan kwam die wel eens logeren en hij maakte alles mee. Van die endoscopie, dat ik allemaal laxatiemiddelen kreeg. Daar maakte hij alles van mee. Alle gekke situaties. Ik heb ook wel heel sterk het gevoel dat de bevrijding van die schaamte ook zorgt voor minder klachten eigenlijk. Ja. Ja, en dan helpt het gewoon heel erg als je een omgeving hebt die er begripvol voor is. En ook dat taboe een beetje wordt doorbroken, want voor nu is het nog steeds een ding om het te hebben over poepen. Alleen al het woord poepen is al, nou, daar heerst al een soort van gevoel omheen, schaamtegevoel. Ook bij gewoon mensen zonder colitis of zonder Crohn. Maar dat er mensen om je heen zijn die dat normaliseren, dat helpt, ja. En lieve vriendjes die dat dus dan doen. Ja, precies. Hele lieve vriendjes. Jullie waren buurmeisjes destijds en jullie kregen echt bijna een jaar na elkaar dezelfde diagnose van jullie hebben allebei colitis. Hoe was dat? Ja, het was heel raar, want we waren super innige vriendinnen. We woonden, wat was het, 3 huizen van elkaar vandaan. Ik had bij Romee natuurlijk een jaar terug al zoveel meegekregen van hoe haar ziekteverloop was en hoe het voor haar was om ziek te zijn. En toen langzaamaan begon ik ook symptomen te krijgen. Dus ik had ook bloed bij mijn ontlasting en ik was met Romee aan het appen van joh, wat is dit? En ja, het was eigenlijk echt bizar, want ik dacht echt, het zal toch niet? Ik kan me ook voorstellen dat jullie heel veel steun hebben gehad aan elkaar in die tijd. Een van de momenten die ik me nog heel goed kan herinneren is dat we allebei aan de prednison zaten. Soms is het zo dat op het moment dat je klachten zo heftig zijn dat ze niet meer op je eigen medicatie reageren, dan kan het nodig zijn om kortdurend een kuur prednison te krijgen. En als bijwerking kan je daarbij ook een heel dik hoofd krijgen. Wij hadden dat op een gegeven moment op hetzelfde moment. En dat was eigenlijk wel heftig, maar we haalden daar ook weer steun uit bij elkaar. Want we stuurden elkaar af en toe selfies en daar moesten we gewoon heel hard om lachen eigenlijk. Dus zo konden we het ook alweer wat luchtiger maken en er ook wat meer de lol van inzien. Dat was de leukste tijd. Ja. In ieder geval niet voor de ziekte natuurlijk, maar erop terugkijkend. Op terugkijkend was dat wel waar we het meest aan elkaar hebben gehad in ieder geval. Ja, ja. Ja, dat je samen door zo'n proces gaat. Ja. Lekker, je bent er al bijna. Ja, nice. We hebben het hier heel vaak over de schaamte en vrouwen onderling voelen toch die schaamte. Hè? Mooie maatjes poepen niet. Yeah. Hoe kijk jij daar tegenaan? Snap jij dat wij ons daarvoor schamen? Of dat dat voor Emma misschien een ding is geweest? Ja, tuurlijk snap ik dat. Alleen als je er gewoon even heel nuchter naar kijkt, ja, het moet gewoon. En je kan er niet zoveel aan doen dat het dan wat vaker gebeurt. Dus dan, ja, we kunnen wel net doen of het niet gebeurt, maar dat heeft ook geen zin. Ja, het gebeurt toch wel. Ja.
Ja. Waarom denk je dat mannen daar zo krampachtig over doen met z'n allen? Waarom is dit überhaupt een ding? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want zelf doe ik er gewoon niet krampachtig over. Maar ik zou niet weten, ja. Ik herken dat krampachtig herken ik gewoon niet. Weet je, het is, ik heb ook in Utrecht altijd een studentenhuis met vrouwen gewoond. Ja, die stonk ook gewoon. Hallo, ik niet. Nee, sorry, dat is een bloemetje. Ja, een nieuw taboe. Ja. Zo open met een man praten over een onderwerp dat ik altijd als taboe had ervaren, was verfrissend. Had ik alle mannen te snel in hetzelfde hokje geplaatst? Voor Emma en Joost leek er eigenlijk geen andere optie dan er zo luchtig over te zijn. Was dat dan niet de oplossing? Een nieuw normaal schetsen over poep. Zit hij? Ja, ik heb hem aan. Oh ja, heel mooi. En nu bij bikinis passen en zo, vind je het dan moeilijk dat je het litteken hebt? Ja, je wordt er wel altijd, hij komt er nu ook al een klein beetje bovenuit, je wordt er wel gewoon altijd mee geconfronteerd. En zeker nu ik niet een tan heb, is die ook wat rozerder. Dus dan, ja, het is iedere keer in een spiegel, maakt niet uit of je bikinis past of andere dingen, iedere keer een confrontatie met, oh ja, ik heb gewoon zo'n litteken op mijn buik. En ik hou heel erg van de zomer en ik vind het strand fantastisch. Maar als je dan de hele zomer lang in bikini bent, en dan ben je daar wel gewoon heel erg bewust van. En ik weet niet of dat ooit helemaal overgaat. Heb je er ooit vervelende reacties over gekregen? Is er ooit iemand geweest die tegen jou heeft gezegd, heb jij daar een lelijk litteken? Nee, eigenlijk nooit. Nee, nooit. Dus er is ook misschien geen reden om aan te nemen dat mensen er aanstoot aan geven of wat dan ook. Maar het is iets wat gewoon zo diep geworteld zit. Dat je dat zelf denkt. Dus als ik het zo goed hoor, is de enige die het litteken niet mooi vindt, jijzelf? Ja, dat denk ik wel. En misschien dat er ook wel andere mensen zijn die het inderdaad niet mooi vinden. Maar dat zijn misschien mensen die ik niet ken en die dan nooit hardop naar mij zullen uitspreken. Maar over het algemeen ben ik het zelf, denk ik. Ja. En de enige persoon die dat ook kan wegnemen, dat ben je ook zelf natuurlijk. Dat is het kruien eraan. Ja. Ja, maar dat is dus best wel, dat is een oorlog die je niet kan winnen, zeg maar. Als je zo'n diep gewortelde overtuiging hebt dat het niet mooi is, kan je wel tegen jezelf zeggen, ja, dat is niet erg. Maar ja, het is maar net de hoogste bieder die wint. En 9 van de 10 keer is dat dan toch de negatieve gedachte. Om sowieso onzeker te zien over iets dat voor mij haar schoonheid zo niet aantastte, zette alles voor mij in perspectief. Ook mijn eigen onzekerheid en schaamte. Het hele rare ding daarmee is dat niemand je ervan kan bevrijden dan jijzelf. Het leven met een chronische spijsverteringsziekte is pittig. Het leven tussen remissie en opvlamming, tussen ziekenhuisbezoeken en een bruisend sociaal leven leiden, tussen van jezelf houden, hoe dan ook, en littekens op het strand. Maar als ik iets leerde van met deze vrouwen in gesprek gaan, was het om je open op te stellen. En om te leven. Niet morgen, maar nu.